Ben Soeniga van Amersfoort 2014. Welkom op deze mooie locatie. Dankjewel. Gaat u mij naar binnen? Ik ben blij dat ik op tijd ben. Ja, hij kan wel sturen hoor, die Maarten. Nou, inderdaad. Ja? Wat een gast. Ja. Ben, wij gaan nu naar binnen toe hier bij het restaurant. Dan krijg jij een cameraatje met een stokje eraan. Ja. Dat is een vlog. Tegenwoordig is dat vloggen. En daar krijg jij de gelegenheid om Amersfoort 2014 even goed op de kaart te zetten en te promoten. Graag. Ja? Graag. Ja. 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 Ik ben Ben Soeniga van Amersfoort 2014. Amersfoort 2014 is een lokale partij. Niet links of rechts, maar gewoon Amersfoort is centraal. Als u ook vindt dat er gratis met de bus naar de binnenstad moet kunnen gereden worden op zaterdag en bij evenementen. Als u ook vindt dat deze stad eigenlijk studentenstad moet worden met mooie opleidingen en studentenhuisvesting. Als u ook vindt dat er geen hoogbouw moet komen aan de Eem. En als u ook vindt dat de lokale lasten omlaag moeten door minder ambtenaren in te zetten in dit huis, dan is Amersfoort 2014 de partij voor u. Stem op 21 maart Amersfoort 2014. Positief en daadkrachtig. Ik ben Stoelenga, Amersfoort 2014, welkom. Jij bent de eerste lokale politieke partij die aanschuift. Is dat een lekker idee dat er van bovenuit Den Haag niet meegekeken wordt op jullie, dat jullie lekker je gang kunnen gaan? Ja, dat is een heerlijk idee, omdat wij geen opdrachten van bovenaf krijgen, ook geen stokpaardjes hebben landelijk. Wij kunnen echt ons helemaal richten op de stad. En dat doen wij ook steeds. Wij kijken gewoon wat is goed voor de stad. Wij werken met alle partijen daardoor samen, zowel met VVD als met GroenLinks, met ChristenUnie, noem maar op, we dienen samen moties in. We kijken gewoon naar het onderwerp. En soms is dat weer lijnrecht tegenover de partner waar we in andere onderwerpen mee samenwerken. Ja. Maar dat is het leuke van een lokale partij. Wij wegen af wat wij belangrijk vinden. En voor dat standpunt gaan we dan. Een van die dingen die eruit springen, dat is de inhuur waar je je dood aan ergert. De inhuur van externen, dat kost een vermogen. Hè? Ja, het ergste is, ik heb daar al 4 jaar ben ik daar mee bezig. Dat in 2013 waren ongeveer, moet ik goed zeggen, waren er 94 FTE, werden er ingezet. Inmiddels zijn er 200 FTE's, volle banen, die worden ingezet. En externe inhuur betekent een salaris van ongeveer minimaal 150 keer wat een gewone ambtenaar kost. Per jaar hebben we berekend, dat hebben ambtenaren voor ons berekend, is dat zo'n 3 à 4 miljoen wat we aan meer kosten betalen. Dus wij kunnen beter gewoon daar ambtenaren neerzetten. Afdeling vergunningen bij de gemeente, voor 65% wordt dat gerund door externen. Dat kan niet. Dat vind ik echt een verkeerde... Gaat een hoop geld in om, Maarten? Over de balk. Dus meer ambtenaren en minder ZZP'ers. Minder personeelskosten, laat ik het zo zeggen. Kijk. En ik denk ook dat we met minder ambtenaren af kunnen, want als we dereguleren, hè, wat iedereen graag wil, minder regels, dan moet dat ook iets opleveren dat je minder ambtenaren nodig hebt. Duurzaamheid vinden wij heel belangrijk. Daarin zijn we opgetrokken met ChristenUnie GroenLinks de afgelopen 4 jaar. Ja. We hebben heel veel gedaan aan elektrisch vervoer in de binnenstad, bezorgdiensten. Mm-hmm. We zijn hier ook nog hier geweest. Daar hebben we een hele pilot voor elkaar gekregen. He, dat wordt ook vervolgd, dus daar zijn we heel actief in. Alleen vinden wij windmolens niet passen in een dichtbevolkt gebied. Ja. Dus wij kiezen dan voor andere manieren. Dat kunnen zonnevelden zijn. Aha. Ja. Wij hebben laatst een... Dat project in Vathorst. Ja. We hebben vorige week nog een ronde georganiseerd over geothermie. Ja. Dat wil je zeggen dat je de energie uit de grond haalt en de warmte uit de grond haalt. Dus wij zijn heel erg bezig met milieu. Maar windmolens vinden wij zo horizonvervuilend en zo ongepast in een dicht bevolkt gebied. Dat vinden wij dus niet de oplossing. Gratis met de bus. Ja. Wat is daar precies het gedachtegang achter? Ja, als u op zaterdag, als mensen uit Amersfoort Noord, van boven het Valleikanaal, als die op zaterdag naar de stad gaat en het heeft maar een beetje geregend of gedruppeld, dan sta je ongeveer bij het KVVA-terrein, sta je al vast. Dan komt de nieuwe poort waar het helemaal uit de hand loopt. En dan kom je bij de parkeergarage en dan kan je er niet in. En dan staan de mensen in files en parkeergarages zijn overvol.
Nou, ik vind dat echt een ramp. Een ergernis. Ja. Ja. Nou, dat hebben wij gezegd, als je nou op zaterdag en ook bij grote festivals, ik denk aan de jazzdagen bijvoorbeeld, hè, ja, dat je zegt op zaterdag tussen 10 en 5 of 6 uur, dan maken we vanaf boven het kanaal, hè, dus boven het Valleikanaal, ja, voor die wijken maken we het openbaar vervoer gratis en dan hopen we dat die mensen allemaal met de bus gaan komen. De slotvraag, 21 maart. Hoeveel zetels gaat Amersfoort 2014, denk je, halen? Nou ja, vorige keer hadden wij bijna 2 zetels. Dus wij gaan in ieder geval voor die 2 plus de winst 1 is 3. Ja. En wij hopen op 4. Het staat erop. We gaan voor 3, we hopen op 4. Nou, ik geef je vast een flesje mee. Bij succes mag het geklopt worden. En bij iets minder succes ook. Dan weet ik nu al wat er gaat gebeuren. Klopt. Bedankt. Saté. Bedankt. Afdeling vergunningen bij de gemeente, voor 65% wordt dat gerund door externen. Dat kan niet.